Wij weten en herinneren ons maar al te goed dat Bill samen met zijn vrouw Jackie één in velerlei opzichten grote aanhankelijkheid betoonde jegens Kan en jegens onze vriendenkring Noordcross. Volgend jaar hebben we eigenlijk een dubbele aanleiding om er een speciaal gebeuren van te maken. Enerzijds zal het dan 80 jaar geleden zijn dat zich hier, onder Peter Webber, de crash van de Whitley voltrok, met helaas 3 slachtoffers. Vanavond moeten we door omstandigheden van COVID-19 in alle sereniteit herdenken. Voor wie de geschiedenis van dit monument niet kent, exact 79 jaar geleden stortte hier de bollenwerper Whitley neer. Op weg naar Keulen was de Whitley geraakt door een nachtjager. Toch slaagde de bommenwerper zijn bommen te lossen op Aken in Duitsland. De terugkeer werd het de Whitley fataal, een tweede keer geraakt. We zijn hier allemaal samen. Namens mezelf en het gemeentebestuur wil ik graag de mensen van de vriendenkring Sergeant Noordcross bedanken om jaarlijks deze herdenking te ondersteunen. De enige plek waar ik in augustus thuis hoor, is hier samen met u om de bemanning van de Whitley te herdenken, samen met de zoveel die voor onze vrijheid hebben gevochten. Eigenlijk weten we niet zo goed waardoor al die vrijwilligers destijds, en ze waren met velen, gedreven waren om mee te strijden. Wat we echter wel weten, is dat ze vochten voor hun families, voor hun makkers, hun land en natuurlijk, last but not least, voor ons aller vrijheid. Dank om hier aanwezig te zijn en om de bemanning van de Whitley te komen herdenken.